Geachte dames en heren, ik heet u van harte welkom bij deze speciale aangelegenheid. In het bijzonder heet ik onze burgemeester, de heer Wouter Kolf, en de hoofdconsul van Turkije, de heer Aytaç Yılmaz, van harte welkom. Ik begin mijn woorden waar de film Generatie Later, Turkse Dortenaren, is geëindigd. Uitvaartcentrum Kayapınar is opgericht in 1983 met het doel om de uitvaart van de overledenen te regelen en de familie te ondersteunen met hun verlies. Dit is en blijft onze voornaamste doel. Het is mooi om hier vandaag bij u te zijn. Ik ben nu sinds 1 jaar en 4 maanden burgemeester van de mooie stad Dordrecht, de oudste stad van Holland. Dat doe ik met heel veel plezier. Maar de belangrijkste drijfveer die ik daarbij heb is dat ik in het ambt van burgemeester kan zijn van alle inwoners van Dordrecht. Ongeacht afkomst, ongeacht geaardheid, ongeacht cultuur, ongeacht waar men vandaan komt, maar met de blik op de toekomst gericht. En dat vind ik het mooiste van het ambt wat ik mag bekleden. Burgemeester zijn van op bijna 120.000 Dordtenaren van ruim 120 nationaliteiten. En ik weet dat in deze zaal natuurlijk voornamelijk nu mensen zitten met een Turkse achtergrond. Maar wat mij betreft bent u allemaal Dordtenaar. En ik vind het geweldig om hier vandaag bij u te zijn, om dat te mogen onderstrepen. En ook door middel van mijn aanwezigheid blijk te geven van dat ik dat als het belangrijkste zie van mijn mooie ambt. Sayın Ömer Bey, kıymetli Dordrechtliler, Kayapınarlılar, Türk toplumunun kıymetli temsilcileri. Beni öncelikle buraya davet ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bugün hep birlikte burada kıymetli, güzeli bir tesisin açılışı için bir araya geldik. Hakikaten bu bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyaç giderilmiş oldu benim görebildiğim kadarıyla. Gittiğim her yerde, gezdiğim her Hollanda kasabasında veya ilçesinde, ilinde gördüğüm güzel bir manzara var. O da şu: bizim toplumumuz burada Hollanda'da çok güzel örnekler veriyorlar. Bizim göğsümüzü kapartıyorlar. Bu da bu güzel tesisin açılışı da aslında tam böyle bir olay. Dolayısıyla bir kez daha bizi iftar ettirdiğiniz için kendinize teşekkür ediyorum.